plaatsen, SC. Hallo, politie. Uitstappen beide. Als je gewoon mee kunt werken, dan kunnen we zo... Oh, zo. Zo, hallo. Zo, hallo. Zo, hallo. Staan blijven, hier komen. Godmondes, ik ga niet rennen hoor. Lastig vallen, ja. Ze worden aangevallen. Opnieuw, hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP Var Amor. En ja, mijn microfoon stond uit, vandaar dat ik opnieuw riep. Vandaag ben ik op pad, samen met een collega, maar niet zomaar een collega, met Sarah? Ik ben je naam vergeten, sorry. Met Sarah. Sarah en ik gaan vandaag de nachtdienst in de T6. Super tof. Ja, mensen vroegen waarom zit hier een ruitenwisser, omdat het wel een raam is. Alleen nu niet. Ha, snap je hem? Hey, goed, wij gaan ons inmelden bij C. C1201 inzetbaar. We gaan voertuigcontrole doen. Oké, we stappen weer uit. Oh, ik moet alleen nog even look at player. Of blijft zij wel zitten? Is zij wel normaal? Zij is wel normaal. Kijk eens aan. Vrouwen zijn toch wel een beetje normaal. Hey, keurig. Wij zijn samen met meerdere eenheden op pad vannacht. Wij zijn de laatste eenheid die vertrekt. En dus ook het laatste voertuig wat nog beschikbaar was. We maken helemaal niet uit, want de T6 is een super vet voertuig. Gemaakt door Team MH. Shoutout naar hun. En hij... Even lekker geluidje. En hij trekt lekker op. En hij is gewoon heerlijk. En ik vind hem in deze uitvoering vetter. Met dat witte. Ach. Oké, voertuig kapot. Wij gaan terug. Nee, oh, ellingproef. Altijd lastig. Behalve mijn automaat. Is helemaal niet lastig. We krijgen een melding. Nee, hallo. Daar zijn we niet voor, hè. Zeker niet in de nacht. Ik ga niet me ergens opstellen om verkeerscontroles te doen. En dan met snelheid en... 1202 OC, we komen dan. Snelheid en meten en zo. Want daar kan ik helemaal niet, want daar heb ik niks voor. Links is iets opvallends aan de hand. Dat is de auto... Nou ja, niks te zien, hè. Dus voor nu. Nee, in de nacht ga je niet bezighouden met dat soort dingen. Controle. Misschien in zijn alcoholcontrole, s'avonds laat... Maar niet dit soort zooi. Waar was ik gebleven? Ik vind hem mooier met het witte dan met een open raam. Maar ik vind hem natuurlijk het allermooist met de uitvoering. Twee pitjes voorop en een lichtbalk achter. Maar die is er nog niet. Wie weet komt hij nog? Knipperlicht. Oh, wacht. Ja, laat maar zitten. We gaan geen voertuigcontroles doen vandaag. Want ik druk op de shift en dan krijg je dat. Maar dat is iets helemaal anders. Ik zit in een transportbusje. Dus hij staat de police transporter. En daarmee kun je geen stoptekens geven. Dus daar moeten we even rekening mee houden vandaag. En dan ben ik vergeten. Maar dat maakt niet uit. Dan gaan we gewoon puur focussen op de noodhulpmelding. En niet hopen dat we achter een voertuig aan moeten. Die we eerst nog een stopteken moeten geven om dan pas in te grijpen. Maar daar vinden we ook wel iets op. Nog veel verkeer en mensen in de nacht. Maar het is ook nog redelijk vroeg. Begin van de dienst natuurlijk, dus dan krijg je dat. Nou, we gaan eens kijken. Nope. We krijgen toestemming voor de eerste melding. Zou iemand lastig worden gevallen? Klinkt de meldstor klinkt vrij bang. Vandaar de toestemming waarschijnlijk. Het is de eerste melding van de nacht. Nog een prio 1. Kan nog gewoon met toeters en bellen. Het is nog hartstikke druk. Ik pak hier door een midden. Ook de vrije baan. Vrij, rechts vrij, oké. Okay. Te plaatsen, C.
Kom met mij. Meldster is hier zo. Meldster is oranje. Melder is oranje, ga maar even uit. Hallo. Wat is het probleem? Nou, agent, ze wouden hun kop niet houden, dus ik heb hun kop maar even laten houden. Oké, wacht even. Ik kom zo bij terug, meneer. Hallo, meneer. Wat is gebeurd? Wat is er aan de hand? Kijk, ik weet zeker dat je betere dingen te doen hebt. We kunnen het, het is oké, we kunnen het samen wel uitzoeken. Dan ga ik weer even terug. Ik moet natuurlijk... Ben ik gewond geraakt? Ja, ik ben een beetje gewond geraakt, maar ik denk dat mijn fout was. Ik was waarschijnlijk gewoon iets met ze aan het doen. Oh, wacht even hoor. Nee, ik wil even uw handen zien, waar ik ze kan zien. Oh, mes. Gelukkig hebben we een taser bij. Mes laten vallen op je knieën en gaan liggen. We hebben deze aangehouden voor verboden wapenbezit en mogelijk poging doodslag. Ik zie nog geen, of zware mishandeling. Ik zie geen steekwonden, maar hij zegt, ja, hij heeft me mogelijk gestoken ergens. Maar ik ben oké, blijkbaar. Oh, wacht, ik heb een transportje gevraagd. Oeps, het gaat over een automatisme. En u heeft hem geslagen? Oké, ja, ja, oké, logisch. Oké, nee, is goed. Meneer, duidelijk. Wij gaan het hier afhalen, meneer. U bent dus aangehouden. Niet antwoord verplicht, recht om advocaat op het bureau. Of hier al. Collega's komen in ieder geval oppikken. En de meneer daarachter die gaat gewoon naar binnen terug in zijn huis. En die... ja, dat. Transportje staat hier. En dan hebben we de eerste aanhouding voor de nacht. En we gaan kijken of meneer aangifte wilt gaan doen op het bureau. De volgende ochtend. Transportbusje was hier net. Nu weer weg. Maar als het goed is, kan ik hem wel. Nou, we hebben nog meer middelen bij. Oh god, ja, dat gaat niet goed natuurlijk. Als je hier spant. Oké, ik zie jullie zo, als de verdachte weer op bureau is. Zo, en we zijn weer vrij en weer, ja, ik wou inzetbaar zeggen, maar dat is hetzelfde. Ja, op de kaart zie je dus nog het oranje en het gele stipje en ook nog een zwart stipje. Die zullen waarschijnlijk niet zo snel weggaan, omdat de game, de melding, LSPD VAR, crashte. Tijdens het afhandelen van de melding. En daarom ga je... ga je die vooral te blijven zien. Want die gaan dus niet meer weg. Ik wou het voertuig voor mij, oftewel de motor, een stopteken geven. Ik ben vergeten dat dat niet gaat, maar hij heeft geen kenteken. Dus we schrijven de kenteken... Wauw. Ik wou zeggen, we schrijven het kenteken op en we geven een bekeuring. Maar dat kan niet. Dus een waarschuwing bij deze meneer. Doe er iets aan. Helaas. Kan even niet anders. Ja. Het is een melding. Het is een melding waarbij je een stopteken moet gaan geven waarschijnlijk. Dan ga je het over de stoep lijkt wel. Maar ik zet hem gewoon klem en ik ga daarnaast staan en ik hou E ingedrukt. Hij gaat er rood en zo. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet, niet handig als je geen stoptekens kunt geven. Ik doe hem maar even snel zo. Hallo.
Rijden door een kant zetten. Is het mogelijk rijden onder invloed of krijgen... Sorry, dat mag je niet zeggen, geloof ik. Krijg een sterk vermoeden tot hij iets heeft gedronken. Aan de hand van uw rijstijl. Ik wil daarom even een rijbewijs zien, die heb ik gekregen. En die mag even voor mij blazen. Blazen tot ik stop zeg, blazen, 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 stop maar. Ja, te veel in mijn aangehouden. Verrijden onder invloed van alcohol. U mag met ons mee. En het voertuig laten we hier even weghalen, want ik kan er niet blijven staan. Hier wordt geschoten. Waarom wordt er geschoten? Ik ga me er niet mee bemoeien. Stapt u in, stapt u in. Aan de andere kant bij mijn collega. Maar kijk eens, hier is ook een deurtje. Collega, stap ook maar in. Ja, op. De deur gaat automatisch dicht hoor. Hoef je er niet bang voor te zijn. Als u naar achter rijdt. Kijk eens, blauw gaat uit en wij gaan naar het bureau waar wij mijn boefje klem zetten. Ja, dat is kut, want we zijn we hebben iemand achterin, dus we kunnen even niet daar naartoe. Gelukkig hebben we dag en nacht collega's klaarstaan van het cellencomplex die graag verdachtes overnemen van ons, waardoor wij dat niet hoeven te doen. Dankjewel, hoi hoi. En door. We komen hier niet echt weg. Maar goed, man is uit. 12-01-13, 12-01 over. Ja, 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 nee, ik ga hem even laten gaan. Aangezien ik er niks mee kan. Als ik ze weer een stopteken moet geven, moet ik het weer doen op dezelfde manier als toen net en dat vind ik niet echt leuk. Zo. Attention unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert for a possible burglary. Oké, die is redelijk gevaarlijk. De verdachte hier zo. Die waar we nu achteraan gaan is dezelfde melding, maar dan gewoon deze wordt gezocht en die andere, dat waren mogelijke drugsrunners. Maar deze moeten we sowieso aanhouden, dus maakt niet uit hoe we het gaan doen. Werkelijk. We gaan even heen en weer van links naar rechts. Ja, nu in ieder geval de snelweg af. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. Approach with caution. Even stoppen. Hallo, politie. Uitstappen beide. Goed zo. Ik wil jullie handen zien. Geen rare beweging maken. We gaan een ID van u zien. Goed, ik ben bij deze aangehouden. U wordt nog gezocht door ons. En hier antwoorden verplicht. Ga meewerken. Als ze niet gaan meewerken, dan krijgt ze een pak schrammel. Goed zo. Ik ga in ieder geval even achterin zitten bij mij. In het voertuig. En ga er maar. Luister of niet?
Hup. Nou, ik hoef dat niet te fouilleren. Oh, ze had een mes bij, goed zo. En ze, goed zo. Goed meneer. Ik wil graag even een ID zien. Liefst een rijbewijs. Nee, goed, u mag weg vervolgen met het voertuig. En mevrouw is aangehouden. Ik denk dat u ook wel een beetje weet waarvoor. Wij gaan met mevrouw naar bureau. En dan gaan we even snel zo achteruit hier. Zo mag helemaal niet, maar ik mag dat. Blauw gaat uit. En stop gaat uit. Dan gaat het verkeer misschien weer rijden. Zoals nu. En dan kan ik... Oeh, dat wordt krap. En dan kan ik er hier zitten tussendoor. Ja, krasjes. Maakt niet uit. Oké, we gaan dus weer naar hetzelfde bureau waar we net waren. Ondertussen is er wel een melding aan de gang, achtervolging van een motor. We houden even de porto, het portoverkeer in de gaten. Stel dat we nog nodig zijn. Maar ik had hem eigenlijk gewoon moeten aannemen. En dan moeten zeggen, stel we zijn er nodig. Want dan zie je van waar ze heen rijden, waar ze zijn. En dan kun je misschien nog, nadat mevrouw is afgeleverd, misschien nog bij... erbij komen, maar het maakt niks meer uit. Is gebeurd. Volgende keer even aan denken. En op de een of andere manier even instellen dat dit voertuig ook stoptekens kan geven. Attention all units. We've got a traffic alert on wat dat is. Rijdt alsjeblieft prio 1. Ja, nou ja, sorry. Ik wil heel graag alle meldingen aannemen die we allemaal krijgen nu. Maar op dit moment heb ik een verdachte achterin zitten en kan ik niet veel. Met haar achterin. Ik kan niet een prio 1 melding al aannemen. En vervolgens gaan rijden. Eerst nog naar het bureau en dan pas prio 1. Prio 1 heeft gewoon in één keer. En ook niet met mevrouw richting bureau. Ik zie jullie zo daar. Zo, en we zijn op bureau. Oh, even remmen. We krijgen wel meteen een prio 2. Prio 1 misschien zelfs. Voor een winkeldiefstal verderop. Dus daar gaan wij meteen heen. En zo blijven we hier dan nog bezig. Gelukkig maar 200 meter. Even gassen. En dan zijn we er binnen 10 seconden. Zo, we zijn ter plaatse. Gaan we even binnen het verhaal aan horen. Vaak is er wel in deze nachtelijke uren een beveiliger aanwezig, overdag ook. Meestal is mevrouw achterin, of meneer. Hallo, dankjewel. Ja, ja, beveiliger ter plaatse. Of die was er al. Hallo meneer, zeg eens wat er aan de hand is. Fijn dat je er bent, agent. Hij heeft gewoon dingen proberen te stelen hier zo. Ik heb hem nog niet eerder hier meegemaakt. We willen hem een winkelverbod geven. Oh, heb ik hem meteen schreeuwen. Allemaal leugens, klootzakken. Waarom in godsnaam heeft deze winkel opeens beveiliging? Ik moet nu naar... dan moet ik nu maar naar downtown om gratis shit te kunnen krijgen. Winkeldiefstal is geen misdaad. De winkeleigenaars, de verkopers zijn de misdadigers hier. Misdadigers. Ik weet het, wauw, wat erg. Zijn de boeven hier. Want heb je de prijs al eens gezien, agent? Geen wonder dat met die prijzen zoveel wordt gestolen. Scroogos, ik weet niet wat het is. Ja, maar trouwens, ik was gewoon niks aan het doen. Ik was gewoon even heen en weer aan het kijken. Hij liegt. Nou, ik vind hem, ik geloof er natuurlijk geen zak van. Hij zegt ten eerste al van, nou, laat maar zitten, jullie snappen het verhaal ook wel. Goed, u heeft sowieso mij zojuist een verlopen ID gegeven. Daar heb ik niet veel, ingenomen ID, ingenomen rijbewijs. Ik weet het niet, want je kunt, ja, een ID kan de politie toch niet innemen, of wel?
Goed, ik ga u even fouilleren of u nog iets bij u heeft als de collega dat niet heeft gedaan van de beveiliging. Oké. Ik ben bij deze dus aangehouden voor winkeldiefstal, niet een antwoord of verplicht. Je hebt recht aan een advocaat. Wilde die raadplegen, dan mag dat bij deze of op het bureau. Goed. Als je gewoon mee kunt werken, dan kunnen we zo... Oh, zo. Zo, hallo. Zo, hallo. Zo, hallo. Zo, hallo. Hallo, hallo. Zo, de. Ik geloof dat die hem... Hallo. 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 Ga eens heel snel weg hier. Kom jij eens heel snel naar buiten. Ik weet niet waar jullie ruzie over gaat, maar dit slaat drie keer nergens op. Af. Stoute Sarah. Zo de rot zeg. Hé, jij bent aangehouden. Dat wist je al. Ik kan je alleen niet aanhouden. Je kunt hier wegvervolgen. Nou, ik kan hem niet aanhouden. Ik denk dat... Oké, Sarah. Is goed zo. Ik denk dat er genoeg gestraft is nu. Hij is gestraft met de dood. Jij gaat niet achterin. Hij gaat voorin bij mij. Daarom krijgen we... Oh god. Nee, nee, ja, kunnen we niet aannemen. Want we hebben twee voertuigen die ruzie maken. En we moeten één van die twee of alle twee een stopteken geven. Dus ja, daar hebben we niet veel aan. 1202 OC, we komen eraan. 1202 gaat al een kijkje nemen. Bericht voor alle wagens. Nee, kunnen we ook niet. Jezus Christus. Au, godverdomme, dat deed pijn. Ja, daar kunnen we ook niks mee. Ik moet het echt even gaan fixen. Ik ga het nu meteen eens op Discord vragen. Ook al is de video bijna gedaan. Maar ik zie jullie zo. Zo, daar zijn we weer. En we krijgen een prio eentje. Goed bezig, Pik. Aan de kant, politieauto. Ja, oké, okay, dankjewel mevrouw. Wie, wat en waar, hier zo. Staan blijven, hier komen. God non, dus ik ga hier niet rennen hoor. Het is nacht, dan rennen we niet. Ja, sirene erop. Staan blijven in godnonde. Oh, deze man. Die gaat zo dood. Oké, okay, nu is het klaar. Goed zo, keurig. Stoppen nu. Stoppen nu. Hier kom. Ja, maar potnonde ju. Ik ga deze vriend luisteren. Goed zo, keurig. Ik kan niet maar E ingedrukt houden, merk ik al. Ja, met een taser dus. Daarom zeg ik van ik ga taseren. Maar zo ging het niet. Om erachteraan te rennen, daarnaast staan E indrukken. Dat ging niet. Ik ga nu een transportje vragen. Was het goed geweest met die... met brengen en dan alle meldingen missen. Nou, ik denk dat mevrouw waarvan de tas was ook wel veel plezier heeft gehad met deze achtervolging. Die drie keer langs haar kwam, die kan op terug. Die, meerdere keren geloof ik. Ik ga in ieder geval de tas terugbrengen als de verdachte is opgehaald. Hierop, 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 hierop. Gaan we niet omrennen. Wat doe jij nou? Zo. En terecht. Goed. Hey Dennis. Dennis. Ja, Dennis. En Sarah stapt bij mij in. Als je wilt. Blauw gaat uit. Achteruit. Oh wacht, ik moet nog. Even stoer zo met twee T6'jes. En dan voor de thumbnail natuurlijk. Hallo. Oh, ik kan niet meer uitstappen. Alsjeblieft. Het was me een plezier. En we gaan weer door. Hoi 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 hoi. Fijne nacht nog. En we gaan door. Nou, een prio 1, denk ik. Eén collega vraagt om een assistentie. Ja. Ambulance is bij een melding ter plaatse, vraagt om assistentie.
Niet precies bekend wat voor een assistentie ze worden of lastiggevallen of het is assistentie reanimatie. Zo te zien is het lastig gevallen. Ja, ze worden aangevallen. Hallo, even staan blijven. Hier komen. Ik wil een ID zien. En wel nu. Goed, ben aangehouden voor geweld tegen hulpverleners. Dat is niet een officieel feit. Of een officieel iets wet, geloof ik, geweld tegen hulpverleners, helaas. Maar wel mishandeling, denk ik, dat daaronder valt. Wil u aangifte doen? Dan gaan we dat regelen. Maar van nu mogen jullie jullie weg vervolgen. Als jullie dat... ga eens weg. Als jullie daartoe in staat zijn. Dat is trouwens de nieuwe ambulance, de 1359 Amsterdam. Een vriend van mij heeft die voor mij heeft die geskind. Dus shout-out naar hem. En ook een sirene ervoor gemaakt. En die horen jullie, hebben jullie vandaag nog niet gehoord, maar die gaan jullie zeker wel horen. Ja, toevallig echt gewoon twee minuten nadat ik die hele ambulance video met de otaris had opgenomen. Met die van Zeeland. Toen kwam, zegt hij van, ik heb hem af. Ja, dat maakt ook helemaal niks uit. Maar ja, helaas. Dus de eerstvolgende keer met de ambulance zien jullie die. Wij gaan naar het bureau, want ik vind het helemaal goed geweest voor vandaag. En wij gaan lekker naar huis en slapen. Het is inmiddels al 6 uur ochtends, 7 uur ochtends. En dat betekent, sorry dat ik de rood rijd. Dat betekent dat de dienst erop zit en tot wij nog even gaan debriefen. En dan echt lekker gaan slapen. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. En dat ik zeker vaker met Sarah moet gaan. Want Sarah en ik vonden het wel leuk samen. Maar misschien tot Sarah niet meer mag werken. Omdat ze toch 50 kogels in die meneer heeft gejaagd. Maar dat zien jullie dan wel. Ik zou zeggen tot de volgende. Doei.